druk gezet. En daar is het al 1-0. Ja, Larty Sanchez in de fout. En Brouwers profiteert. Go Ahead Eagles zet eigenlijk al de eerste 6 minuten vol druk. Dus je kunt het ook niet onverwacht noemen dat Brouwers hier opduikt. Je kunt je altijd afvragen, moet je hem dan wel inspelen? Larty Sanchez, zo schuift de NEC wel wat op. Is dit een aardige bal en de kopstoot van Okita. Een metertje naast. Bedden. Die frommelt zich er zo doorheen. Bedden en dit is een strafschop. Ja, overduidelijk. Overtreding Okita. Er zit natuurlijk wel wat geluk bij die actie van Bedden. Maar dan denkt Okita dat hij uitschuifbenen heeft. Vanaf 11 meter. In een heel uiterst hoekje. Sam Hendricks 2-0. Goeie penalty. Die zit echt in het hoekje. Eersteling. Daar is Botos. En die stond geen buitenspel. Althans, hij werd niet gevlacht. En dus zit een grote kans om zeep geholpen. Okita. Het zou naar links kunnen, naar El Karouani. Die voorzet is niet slecht, maar Yanga ontpopt zich hier niet tot kopspecialist. En mooi in één beeld gevangen. Bijna alle veldspelers van Go Ahead Eagles, als NEC de bal heeft, dicht op elkaar. Zowel in de lengte als in de breedte as. De voorzet, Beukema kop weg, Bruin vangt op. Aannemen, kappen en ook een strafschop. En de protesten zijn zeer gering. Dus ik heb zo'n vermoeden dat Van der Kerkhoff het weer goed in de smies had. Fraaie kapbeweging hoor van Jordi Bruin. En dan komt Lucas inglijden. 24 keer de nul, Jay Gorter. 25 keer zou een jubileum zijn. En dan moet hij wel de strafschop van Jordi Bruin voorkeren. Je zou zeggen, Jordi Bruin is een specialist. En dat is hij dus ook. Gorter de verkeerde kant op gestuurd. En zo 2-1. Yanga. Tafsan. Yanga. Van Rooy. Prima bal zeg. En daar is het geen 2-2. Want de linkervoet van Gorter voorkomt dat die prachtige aanval van NEC een treffer oplevert. NEC gaat volle bak op de aanval. Van Rooy. Zo'n lepe bal, Okita. En daar moet Gorter nog gestrekt. Odenthal, Tafsan. Tafsan. En dan is er heel veel pijn bij Brouwers. Die zelf de sliding inzet. En het dan uitschreeuwt van de pijn en grijpt zo te zien naar zijn schouder. Ja, wisselen. Weet direct hoe laat het is. De maker van de openingstreffer gaat er hier geblesseerd vanaf. Bruin. Lekker balletje zeg, binnendoor. Okita. Daar komt NEC weer een keer oprukken. Moet terug naar Bruin. Het gaat terug naar Bruin. En Bruin schiet er niet binnen, omdat dat schot nog van richting wordt veranderd. Zo langzamerhand is de 2-2 echt aanstaande. Hier is Bruin weer. Bruin. Nog altijd Bruin. Een Bruin in de korte hoek. Is daar een formidabele redding zeg van Gorter. Niet voor niets dat hij zo in trek is bij allerlei clubs. Go Ahead Eagles wint met pijn en moeite van NEC. Dat eigenlijk de hele tweede helft op jacht was naar de gelijkmaker. Maar Jay Gorter bleek andermaal een sta in de weg.